Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Mode. Mijn naam is Jin Anschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 61 hier in de Verenigde Staten. Door een aantal rondes te gaan en dan zit seizoen 4 er ook alweer op. In de vorige video wonnen wij de wereldtitel na een dramatische race van Max Verstappen. Dus dat is heel goed om te zien. Maar heb je die vorige video dus gemist? In Japan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop en zet die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal. Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F122 My Team Krimmel content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Er komen een aantal updates binnen en hebben wat geld. Dus ze kunnen bijvoorbeeld misschien een faciliteit proberen te upgraden. En zo niet, dan moeten we even wachten tot na deze race. Dat had u echt niet verwacht. Staan er goed voor. 3 updates zitten eraan te komen, dus dat is goed om te zien. En moeten misschien een component in de resterende races gaan vervangen, maar dat is geen probleem. We hebben een uitstekend seizoen. Tot nu toe weten neer te zetten, goed gedaan. Acclaim is omhoog geschoten en het team Acclaim door Schumacher goed gedaan. Heel gaaf om te zien. Spoelen de tijd gewoon even door en dan is het gewoon op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 61 hier in de Verenigde Staten. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. De zon gaat al onder. Dus dat kan wat nadelig zijn voor ons. DRS geopend. En dan moeten we zometeen een ronde gaan neerzetten die goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q2. Begint dan niet zo lekker. Eerste bocht hebben we iets te scherp. Helaas. Kom maar bij het einde van mijn run in Q1. Als Albon even de snelste tijd noteert. Maar wij pakken die af met een 1.35.006. Goed gedaan. Dan is dat een P6 geworden. En gaan wij er nog een keer uit om ons misschien te kunnen verbeteren. Pakken veel tijd goed in bocht nummer 1. Dat is heel fijn om te zien. Kom aan het einde van mijn tweede run in Q1. Iets te veel over de broodjes, maar dat geeft niks. Het is een vierde tijd. Goed gedaan. En dan zijn we door naar Q2. Met nog 1 minuut en 45 seconden op de klok. Gaan wij het proberen om met 1 run door te kunnen komen naar het laatste kwalificatiedeel. Eerste bocht nemen we heel erg goed. Geen tijd verloren. Goed gedaan. Kom aan bij het einde van Q2. Want de klok hangt over 10 seconden op 0. En dat is de snelste tijd met het 1.33.240. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij Q3. En weer hetzelfde verhaal. Gaan gewoon naar buiten op het allerlaatste moment. En gaan het gewoon doen met 1 setje banden. Schumacher naar P6. Eerste bocht nemen wij te scherp. En daar was een klein momentje op de broodjes. Tijd wat verloren helaas. Kom aan bij het einde van mijn run in Q3. Over 20 seconden ongeveer hangt de vlag uit. En dat wordt P4 met een 1.33.964. Goed gedaan. Komen helaas wel op 14e van Charles Leclerc. Nog eens op pole position. Leclerc met dezelfde tijd naar P2. En Sainz volgt op 2e. Wij dus op P4 op 14e. Maar heel opvallend dat Leclerc en nog eens dezelfde tijd hebben neergezet. Maar nog eens pakt pole position. Nou, goed gedaan. Dus het op voor de race.
van aflevering nummer 61. Daar gaan we dan. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Raikkonen delighted the world by taking the top step of the podium for the first time in 114 races. There's always a record to be broken. So what, I wonder? Interessant. Is in store for us today. We have 10 turns to the left and 10 turns to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and turn 12 at this anti-clockwise track. It's 3.6 miles long and we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Sainz, the Professor, Sergio Perez, and Latifi, Gasly, Russell, Fernando Alonso, and Kevin Magnussen, Joe, Albon, Max Verstappen, and Oscar Piastri, Michael Schumacher, Stroll, Mick Schumacher, and Daniel Tictum, Schwartzman, Tsunoda, Teo Pourchaire. They've taken a grid penalty, and Esteban Ocon lines up at the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances. But what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another good race today. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Oh mijn god, maat, echt. Ik heb nog nooit een engineer zo horen lopen op voor een race die ik zo geweldig vond. Die even moest mededelen dat hij raakte, maar goed. Ja, nou. Strategie, medium hard. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Lekker dus op de vierde plek. Ja, nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten van de engineer. En dan komen we aan bij de startprocedure. Wat kunnen wij vanaf die vierde positie? Kunnen wij misschien naar een podiumplek toe rijden? Wat wordt de, tenminste, wat kan de strategie ons brengen? Zo laat ik het even zeggen. En hebben wij een goede start of een slechte start? Het is allemaal net wat belangrijk is. Maar nu, de gridslots, komen wij daar goed in? Slecht in? We komen er heel goed in, jazeker. 0,2 meter er vanaf. En nu is het wachten tot de laatste auto bij zijn slot is gekomen. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 61 van F1 22. My Team Career Mode. Kijken wat deze race ons kan gaan brengen. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 61 van F1 22. My Team Career Mode. De lampen zijn uit voor de Grote Prijs van Amerika. We zijn onderweg en komen goed weg. De Leclerc zit er gelijk bij Norris te kijken. Sainz beweegt daar wat naar links. Wij doen een aanval hier bij Norris. Goed. Ik ben even mijn spraak kwijt. Geen probleem. Nu moeten we even naar Charles Leclerc zien toe te rijden voor de leiding in de race. Dat lukt hier al. Misschien kunnen dicht bij de Monegasque blijven. Hier aan de buitenkant kijken. En dat lukt. De leiding veroverd. Goed gedaan. En dat is P1 in ronde nummer 1. Goed om te zien. Dan volgt hier wel het rechte stuk. En wij hebben daar helaas een slechte exit te pakken. Dat ziet Charles Leclerc. En die kan er naartoe rijden. Die zit in de slipstream. Wij verdedigen die binnenkant. Leclerc kan er wel langs. Maar wij gooien gewoon de deur daar dicht. En de aanval is afgeslagen. Goed gedaan. Ronde nummer 5 is het. Als wij de snelste race ronde hebben genoteerd met een 1.37.273. Het gat naar Leclerc is inmiddels opgelopen tot 4,5 seconden.
Dat wordt denk ik alleen maar groter en groter deze race. Gaan daar wel een klein beetje wijd. Vanwege de downforce verlies. Maar goed, krijgen er geen waarschuwing voor. Dus dat is goed om te zien. En dan gaan we alweer ronde nummer 6 in. En wij laten een 1.38.8.3.1 noteren. Slechte rondetijd. Maar goed, dat is geen probleem. Ja, hier weer een beetje te wijd in de ronde bocht nummer 1. Geen probleem, want in ronde nummer 13 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. Ga naar de harde band en als we zo lang door kunnen rijden, misschien dat we dan op het einde naar de zachte band kunnen gaan. Als de voorsprong naar nummer 2 groot genoeg is. Maar goed, dan zien we dat dan allemaal wel even in ronde nummer 25, 26. De pitstop 2,4. Prima pitstop. Sainz komt wel voor ons de baan op. Waarom? Hij moet nog een keer naar binnen. Hetzelfde geldt voor Perez. Die moeten allemaal nog naar binnen voor de harde band. Maar wij dus komen sowieso voor de jongens weer de baan op. Het is geel in sector. Het is het 2? Ja, geel in sector 2. Omdat er iemand stilstaat. Het is volgens mij Esteban Ocon. Die heeft een motorisch probleem. Jammer voor hem. Maar goed, hij reed al niet in de punten, dus ja. Ronde nummer 16 is het als het gat naar Leclerc groot genoeg is geworden. 15 seconden is het gat. En wij laten een 1.36.8.0.8 noteren. Laten het liggen in sector 1, maar we maken het allemaal goed in sector 2 en 3. 15,1 seconden is het gat naar Leclerc. Tot nu toe een saaie race. Dat moet ik eerlijk toegeven, een saaie wedstrijd tot nu toe. Zeer dominant optreden van ons. En groen in sector 1. Er komt weer de snelste raceronde-verbetering aan volgens mij. Ronde nummer 25 alweer. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd in de race. Eén uitvaller, Ocon. Maar goed, dat boeit niet. Dat doet er niet toe. Het gat naar Leclerc is 25,7 seconden. Groot genoeg voor een pitstop. Dus ik ga naar binnen voor de zachte band. En ga proberen de snelste raceronde te verbeteren. Om verdere stappen richting die eerste constructeurstitel te nemen. Want daar zijn we nog in gevecht met Red Bull. En duiken dus naar binnen voor mijn tweede en laatste pitstop van de dag. Komen denk ik gewoon voor Charles Leclerc weer de baan op. En gaan dus naar de zachte band. De 1,4 is de pitstop. Kon wat sneller vanwege die versnelling die niet wou. En we zijn weer uit de pitlane en komen gewoon mooi voor Leclerc weer de baan op. Jazeker. En kunnen nu ook gewoon wegrijden van de monegas. Want we rijden op de zachtste band die er is. En de rest rijdt allemaal op oude harde banden. Versleten oude harde banden. Dan gaan we de 28e ronde alweer in van de race. Als wij een 1.34.6.2.9 laten noteren. Snelste raceronde tot nu toe. En we zitten in de laatste ronde van de race. Leclerc zijn achterstand is opgelopen tot 12,7 seconden. Dus eigenlijk was er helemaal geen vuiltje aan de lucht voor ons. En dan komen we aan bij sector 3, het laatste gedeelte van deze grote prijs. Eigenlijk was het oerzaai op één uitvalbeurt na dan, Ocon die uitviel. En ja, winnen alweer hier een race en pakken weer de snelste race van de punt. Nemen verdere stappen richting die constructeurstitel. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. That's the race win! That is the race win! You've been amazing today, mate. You deserve that. Well done. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. Napoli Pinkham. How do you think they were able to set themselves apart today?
Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. What a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Goed, hier ben ik de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen de grote prijs van de Verenigde Staten met als snelste racepunt. Goed gedaan, Charles Leclerc naar P2, Sainz naar P3, Schumacher helaas niet naar de punten. 11e, Verstappen komt weer tekort, 12e. En één uitvolger, Ocon. Klassement, en wij zijn dus gewoon wereldkampioen. We waren eigenlijk al in de volgende race. En Verstappen verliest terrein. En Red Bull ja, komt nog steeds dichterbij, 37 punten verschil. Dus wij moeten in de laatste resterende races alles gaan geven om ook die constructeurtitel binnen te hengelen. Rivaliteit breakdown met mezelf en Max, plus 5 voor mij, plus 2 voor Verstappen. 33 tegenover 19, wij winnen dus de rivaal. Goed gedaan. En 2200 acclaim erbij. Het team acclaim is dus ook gewoon goed. Wij zijn dus level 20. Schumacher is level 19. Dat zit wel goed. Van alle sponsoren. Dus de doelen behaald. 1,73 miljoen erbij. Helaas heeft Schumacher weer schade gereden. $12.500 misgelopen. In totaal op de bank $12.2 miljoen. Dus dat kunnen we gaan spenderen aan de faciliteiten. Dus dat is goed om te zien. En dan komt er weer een update binnen van de aerodynamica. Dus dat is ook goed om te zien. Maar goed, één en het ander. Het was gewoon een hele saaie race. Een korte video. Ik denk dat deze nog saaier is dan Den Bosch mooie stad. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik ga deze video natuurlijk even afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal, abonneer je voor meer wekelijks F1 22 My Team Career met content. Elke zaterdag en zondag een nieuwe video op mijn kanaal. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. Volg me ook even op de sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Jan mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende! Bos, mooie stad in het Brabantse land. De parade, de Sint-Jan, het boek aan de rand.